Ja, dit was gewoon een wanprestatie en ik kan er op dit moment weinig over zeggen. Het zijn geen excuses. Eigenlijk, of je nou ergens een pijntje hebt, links of rechts, of het was gewoon ongelooflijk slecht. Dus ik heb geen woord om dat te omschrijven eigenlijk. Mag ik zeggen dat, dat Clem waanzinnig bezig is? Ja, klopt. Hij heeft de laatste drie wedstrijden echt top gespeeld. Hij is nog heel jong, is soms nog wisselvallig, maar hij begint erg goed de wedstrijden te vormen. Maar ik denk dat dat ook met de verdediging te maken heeft. Als je ziet, we staan 1-10 voor na een kwartiertje spelen, 12 minuten spelen denk ik. En daar heeft hij vijf directe stops met tegenaanval als gevolg. Dus dat is ideaal.